There's Giovinazzi. He's up the inside. Or Ricardo's on the inside of Giovinazzi. Giovinazzi has nowhere to go. Yep, that's me. You're probably... Go. Ricardo's got nowhere to go. And Grosjean, he's... really bad. Yo, what up people? It's Herbie here. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe onboard video. Vandaag ga ik reageren op de top 10 onboards van de Grand Prix van Rusland. Kijk, en we hebben hier... Flying starts. Flying fin, zal je bedoelen. Faulty pitstops. En de top 10 onboards van de Grand Prix van Rusland. Dus laten we gelijk gaan kijken. Oh, hij krijgt hem niet los. Vettel met die goede start. Oh. Slipstream van Leclerc. Aan de binnenkant, netjes hoor. Hele nette start. Ja, een hele nette start van Vettel. Hij gooit hem gewoon aan de binnenkant. Ik snap nog steeds niet waarom Leclerc niet verdedigde. Maar ik hoorde ook een keer dat een afspraak was van Ferrari dat Leclerc Vettel voor zou laten ofzo bij de start. Ik weet niet, misschien heb ik verkeerd gehoord. Vast iemand van jullie kan het wel uitleggen in de reacties hier beneden. En Sainz ook met die goede start hoor. Dubbele slipstream van Ferrari. Zat daarnaast Hamilton, maar Hamilton die remde hem natuurlijk uit. Maar hij stond wel voor Bottas. Oh, gaat veel te hard. Huh? Koppie. Albon sneed daar gewoon het circuit af. Ja, ik denk dat hij dat deed om te voorkomen dat hij nog een Fiat crashte. Want hij ging veel te hard die bocht in. Hij probeerde een ongeluk te voorkomen. Oh, ja, dat was Albon dus. Ja. Ja, zelfs Fiat is daarvan onder de indruk. Kijk, dit groepje helemaal bij elkaar. Gaat die wagen aan de buitenkant? Oeh, nee, haalt hij nog niet. Nu dan. Oh, ze raakt elkaar. Shit. Wow. Kijk hoe lang dat rechte stuk is. Ja, nu dan. Betere tractie. Aan de buitenkant bij die lange doordraaier. Haalt hij dat? Natuurlijk haalt hij dat. Oh, nog groot moment overstuur. Ziek hoor. Dit is vanaf Gasly zijn auto. Komt Dark Fiat aan de buitenkant. Oh, 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 oh. Netjes hoor.
Zo. Verdedigde ook nog heel laag. Komt hij aan de binnenkant zeker, ja. Wie is dat, Ricciardo? Hulkenberg, denk ik. Netjes hoor, Hulkenberg. Ja, het was Hulkenberg. Ja, haalt hij het niet? Oh, aan de binnenkant. Kijk, hij drukt hem helemaal naar buiten, hè? Om te verdedigen. Ja, vet, hij haalt hem. Het is allemaal zo dicht bij elkaar, jongen. Niet normaal. Mooi om te zien, hè. Hier verdedigt hij, denk ik, op iemand. Was dit Albon op Sainz? Ja. Netjes, hè. Geen blokkerend wieltje, niks. Gewoon prima. Oh, maar Sainz komt terug. Zo. En Albon laat hem gewoon staan en hij heeft hem. Mooi hoor. Was dit Perez die erachter zat? Volgens mij wel. Ja. Zo, haalt hij dan? Zo, netjes. Press die gelijk Sainz pak. Kijk, die drukte. Oh, wordt krap hoor. Zo, hij raakte Giovinazzi. Giovinazzi wist hem ook nog te houden. Voor die motor. Oh, ja. Strop, ik ga ik bij je plekjes af. Drie man gelijk. Oh, ja, dat is waar Stroll Giovinazzi raakte. Hij ving hem mooi op. En hier die sandwich, ja. Niks dat Giovinazzi kon doen. Ja, I don't know the problem. I was like sandwich for two cars. Ja, yeah, I was sandwich for two cars, huh? Echte Italiano. En Grosjean die ook weer in een crash was natuurlijk. So. Are you okay? Are you okay? Someone rushing to me. We do all of these for the weekend, just to get rushed into. I know, mate.
know. Grosjean komt nu echt voor in elke crash tegenwoordig. Maar je kon zien dat Grosjean wel naar rechts keek om te kijken of er iemand naast hem zat. Nou, hij kon wel zien dat er iemand naast hem zat, maar dat er twee auto's naast hem zouden zitten, dat had hij niet verwacht. Kijk, die twee hazen gaan ook wijd hoor. Duwen elkaar zo wat weer eraf. Ik zag die auto schommelen ook helemaal. Goed jongens, dat was het voor de top 10 onboards van de Grand Prix van Rusland. Vond je het nou een leuke video? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. Laat misschien een leuke reactie achter in de reacties. En abonneer op mijn YouTube kanaal als je meer van dit soort video's wilt zien. Zoals altijd laat ik een linkje in de beschrijving hieronder achter. Zodat je zelf naar de video kunt kijken, mocht je daar zin in hebben. Op naar de Grand Prix van Japan dit weekend. Ik heb er zin in en ik zie jullie weer in de volgende video. They ask me what my music's about. Stories of love, maturity, and those that truly did doubt. Cause I got nothing to prove. Camera phones always aiming at these pretty hoes. You think they star in the screenplays where they take a pick and roll. I'm tuned with the... It's quite an unusual way to interview someone, but I'm stuck behind this little barrier now. Yeah, so. I know, look. You look like you're in jail. What did you say?